bukken. Die nacht gingen Frank Zappa en ik op. En na afloop togen we naar huis om er iets te eten in zijn dangerous kitchen. Waar twee meisjes op ons aan het wachten waren. En omdat er in die keuken ook kakkerlakken rondliepen en vliegen vlogen en waarschijnlijk ook wel ratten waren, en stinken dat daar deed, rolde Zappa een tapijt uit waarop we ons de vieren konden neervleien. En tot de ochtend naar gedichten luisteren, ons voorgelezen door een meisje dat een nichtje van Walt Whitman bleek te zijn, en het andere dat de dochter van Sir Surire was. The dangerous kitchen. If it ain't one thing, it's another.